Hey, hey. Welkom terug bij Karen's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. En ik heb vandaag deze leuke kaart om je te laten zien. Het idee ontstond toen ik vannacht niet kon slapen. The idea for this card came to me when I couldn't sleep last night. And I was thinking how much I like the colors in the Paper Blooms paper, the celebration paper. Lovely colors. And I thought, well, why not make a color combination of those? And the colors are, I have them over here, Old Olive, Seaside Spray, Knight of Navy, Rococo Rose, and Petal Pink. And just these scraps are going to be turned into these bars. Ik ga deze restjes papier in die reepjes maken. Ik heb ook een stuk thick cardstock nodig, het extra stevig kaartkarton. Dit heb ik teruggesneden tot 28 centimeter. I've cut this A4 piece back to, 11 inches. And with a short side top, I'm going to score this at 4 1/8 of an inch. Because A4 is 8 1/4. If you work in Imperial, you would have 8 1/2. You can score at 4 1/4 if you want. But it's just a bit shorter. And now I'm going to cut it at 5 1/2 inches. Ik ga hem nu snijden op 5 1/2 inch. So I'm getting my trimmer out. So with a long side top, I'm cutting it at 5 1/2 inches. Careful. Then fold and burnish. Vouwen en even nalopen. And you have two cards, and you can have it either portrait mode. If you turn to quarter turn, you have a landscape mode, and that's one I'm going to recreate today. Dus dit is mijn voorbeeld, this is my example, en ik ga deze dus namaken in een liggende kaart. I'm going to recreate it in a landscape mode. Right, what you also need is from the Always Dies, wat je ook nodig hebt van de Always Stansen, zijn deze drie dingetjes. Daar kan je normaal een tekst op stempelen. You can stamp a text on them. I'm just looking for the stamps to show you forever and always. If I can find them now quickly. It was on my desk forever and always, and these sentiments can be stamped and then cut out with those dies. But I'm going to use them for my paper strips. Ik ga ze voor mijn papierreepjes gebruiken. Nou, wat ik eerst ga doen is ze even op elkaar vastplakken. I'm going to stick them together so I can run them through in one go. En dan kan ik ze gewoon in één keer tegelijk doorhalen. Ik ga even mijn matje pakken trouwens. I'm putting them on my silicone craft sheet. And I'm going to put some tape on top. Ik ga er wat plaktape op doen. I'm saving these bits. Deze stukjes die bewaar ik. Want dan kan ik nog prima mijn standjes mee vastplakken. I can use them to adhere my dies temporarily. So I'm putting these over here. Now, you don't want it too sticky. Je wilt niet dat het te al te zeer plakt. Dus ik pak gewoon zo'n poedergevalletje. Dit is de oude embossing buddy, our old embossing buddy, which we don't sell anymore. But there are more of these anti-static powder things around. And I'm going to tap powder on top, so that it's not too sticky. I just want my dies to stick and I don't want the paper to stick. Ik wil dat mijn standjes vastzitten en niet het papier. Nou, en dat ga ik dan door mijn stansmachine halen.
En zo ga je dat doen met alle kleuren één keer. You do all your colors just once. I'm just putting this one away for a minute to show you. Now, if it sticks, and sometimes it does, then you can use your pick-me-up tool to get them out of the dye. Kijk met je pick-me-up tool. Zij is vrolijk. She said optimistically. I think I need to use a bit more powder. Ik denk dat ik meer poeder moet gebruiken. Because it doesn't want to... And there you go. I'll just put more powder in and then I'll do all my colors. Ik ga er meer poeder in doen en dan ga ik even alle kleuren zo doen. Now, I've arranged my bars in the pattern that I want. Ik heb alle repen in de patroon gelegd dat ik wilde hebben. En voor mijn liggende kaart, voor de landscape mode, I've used all three pieces. So, the large one, the small, the second largest and the tiny one. For this card, in the portrait mode, I've used just these two. Dus voor de staande kaart heb ik alleen maar deze twee met elkaar afgewisseld, die kleine niet gebruikt. Voor die liggende kaart ga ik ze alle drie gebruiken en dat kun je ook zien. Ik leg ze dan even eerst op mijn siliconen matje. I put them on my silicone craft sheet first, so they don't move about too much. And if you have trouble picking them up, again, the pick-up tool is really handy. En weer is dit dingetje ontzettend handig. Nou, ik leg deze even opzij. En dan ga ik ze op een strookje papier plakken. I'm going to attach these to a strip of paper. And for my card in the portrait mode, I had 5.5 inches by 2. Voor de staande kaart had ik 5,5 inch bij 2 inch. En voor mijn liggende kaart heb ik 6 inch genomen. Of iets groter kan ook. 6 inches, slightly bigger is also possible. Because you can trim off what you don't need. Je kan er altijd afknippen wat je niet nodig hebt. Nou, ga ik eerst even opplakken. Dat doe ik met de vloeibare lijm. I use my multipurpose liquid glue for this. And I just put tiny dots of the glue on the paper. Ik zet gewoon dopjes inkt op het papier. Ik zet even mijn dingetje wat dichterbij. En dan begin ik gewoon in één hoek te plakken. Dan I start sticking in one corner. And I make sure that I follow the edge of the paper, zodat they're straight. Ik zorg dat ik de rand van het papier volg, zodat ze, ik zeker weet dat ze recht zitten. En dan plak ik ze zo allemaal tegen elkaar aan. Gelijk met de rand van het papier. I just butt them up against each other. And I make sure that I follow the edge of my paper. You see? So that it's straight. Dan weet ik zeker dat ze recht zitten. Nou, en zo ga ik dat helemaal vol plakken. Right, I've given my strip of cardstock some time to dry. Ik heb het even laten drogen en nu ga ik het op mijn kaart plakken. Ik ga hem dus zo erop plakken. En ja, ik doe er eerst even wat tear and tape op. I'm going to put some tear and tape on my strip first. En dan ga ik mijn kaart klaarleggen. I'm going to put my card ready. And I want my strip to be about 3/4 inch from the bottom. Voor een mooie verhouding, zie je. Dus ik leg mijn kaart op het siliconen matje. I'm putting my card on the silicone craft sheet. En daar is this thick line, deze dikke lijn. En dan leg ik mijn kaart dus 3 hokjes onder. I put my card just a bit. Don't know what happened with this cardstock. It's a bit uneven. Okay.
putting it straight onto, and I can see the lines through my cardstock, through the silicone craft sheet, I should say. Cardstock. It's not invisible. I can remove the backing. Ik haal dus die achterkantjes er even af. Oeh, die hing op de grond op van dit mandje. I threw that on the floor instead of in the basket. Is my card still straight? Yes. And now I can put it on that line. And on the other line, see? Keeping the bottom level. Leg je mooi recht neer. Even goed aanduwen. En ik heb het siliconenmatje eronder liggen, omdat hier natuurlijk wat plak uitsteekt. I put my silicone craft sheet underneath, because these bits stick out. And now all I have to do is cut off what I don't want. Ik hoef alleen maar eraf te knippen wat ik niet nodig heb. Dat gaat ook in het mandje. That goes into the basket as well. And another piece. Just checking if I haven't got glue on my scissors. No, that's okay. Ik controleer even of ik geen lijm op mijn schaar heb gekregen, maar dat is verder prima. Nou, en dan ga ik met Wink of Stella alles mooi laten blinken. I'm going to use my Wink of Stella to give it a nice shine. I'm not sure if it shows up on camera. Ik weet niet of dat op de camera te zien is, maar ik vind het wel mooi eruit zien. Dus dat ga ik even doen. Zo, de laatste wink of Stella. The last wink of Stella. This I'm going to let dry for a minute. Dit laat ik even wat drogen. En ondertussen ga ik mijn tekst stempelen. And meanwhile I'm going to stamp my sentiment. And I'm using Punch Party and the matching rectangular postage stamp punch. De rechthoekige postzegel. En ik ga stempelen met mijn D-blok en mijn B-blok. D en B-bloks. And I'm going to use Wassermark and Knight of Navy. And dat is omdat ik wat langer tijd nodig heb om te stempelen. Because I'm going to need some more time to do my stamping. Because I want my happy birthday inside a frame. Ik wil die tekst in dat kader hebben. En dan duurt het wat langer voordat ik dat kan bestrooien met het poeder. It will take a while before I can put the clear emboss powder on top, so I'm using Versamark as well to keep the ink wet, om die inkt wat nat te houden. Nou, het kadertje. Fotopolymeer stempels hebben een soort van, je kunt ze in een andere positie ook stempelen. You can put them in a different shape, and they have a sort of memory. So when I put it out of my stamp case right onto the stamp block, I'm not sure if it's straight, so I'm just putting it on my table. It has a kind of memory, it's a soort van geheugen. Dat gaat er in zijn originele vorm staan. It takes up its original shape and then I can put it on my block. And here I have the happy birthday, which I'm going to put on another block. Then I want a scrap of basic white, a stukje with basic white, the Versamark. En de Knight of Navy. En natuurlijk het transparante embosspoeder. So first I'm going to ink up my stamp with the Versamark ink. Ik ga eerst even nat maken met de Versamark. En dan even in de inkt stempelen. En dit blijft nu even nat. This will stay wet for a while. And now I can stamp my sentiment. De tekst erin. Now if I move quickly, the powder goes on both. Gaat het poeder op allebei. Kijk, en dan kan ik hem met de heat tool bewerken. I'm going to heat set it with my heat tool. Ik vind die extra glans van dat transparante poeder erg mooi. I just like the extra shimmer that you get with the clear emboss powder. Now I'm going to punch my postage stamp, checking if the white is the same all around. Dat er evenveel wit omheen zit. Dat is mooi. Dan heb ik nog een stukje restpapier in Midnight
a scrap piece of Knight of Navy Midnight. Knight of Navy, zo heet het papier. Drie heb ik er nodig en die ga ik op elkaar plakken. I'm going to stick those on top of each other to give that one a bit more dimension. Now I'm using my seal and I put down a bit of seal in the middle and then some liquid glue around the edges. And now it's easy to put one on top of the other. You feel for the edges, you voelt de randen. En als ze goed recht zitten, knijp je in het midden. You press down in the middle and it doesn't move anymore. Hij gaat dan niet meer schuiven. So some seal in the middle, a bit of Tombow around the edges. One on top of the other. Line them up and press down in the middle. And last bit. Erop. Randjes voelen. Ze recht zit. In het midden vastduwen. Nou, die kan heel even drogen. Ik ga hem op mijn kaart plakken. I'm going to stick it on top of my card. And because of the cardstock there, it'll wobble. Zie, dat gaat een beetje bewegen. Dus om de onderkant zet ik twee hele kleine stukjes mini dimensionals. So I don't want it to wobble. So I put some mini dimensionals at the bottom and I put half ones on the bottom. I'll show you here. You can cut them up. Je kunt ze gewoon nog een keer over de helft knippen. So let me take this one. I just cut them in half, you see. I've done that here as well. I always save these little strips. I'll snip it off. Why not? Then I know that these are half ones. Put them back in my clear envelope. Zo bewaar ik ze samen. That's how I keep them all together, the same size. And checking this is the bottom. Yep. I just put two of these little half dimensionals along the bottom, as long as the bottom. Zo, zodat wanneer ik ze op de kaart plak, hij mooi recht zit. It'll be straight when I put it on my card. So you can take away the backing. Achterkantje eraf halen. Ik gebruik nu gewoon mijn Seal Plus. Eén strook in het midden is eigenlijk al voldoende. And now I can put it where I want it onto my card. See, and it's time mooi recht, and this is nice and straight. Well, there you have a beautiful card finished. I'll show you the portrait one as well. Thank you all for kijken. Thank you very much for watching and see you next time. Bye bye.